Ik heb iets geweldigs voor jou. Ik ga je zo meteen een methode aanreiken. Een methode waarmee jij meer zelfvertrouwen gaat kweken, meer succes gaat oogsten, productiever gaat zijn, gemakkelijker je doelen gaat kunnen bereiken en een methode waarmee jij gaat ontdekken hoe geweldig jij wel bent. En het is een super simpele methode. Het is zo eenvoudig, het is overal en op alles toe te passen. En hey Karen, leuk dat je kijkt. Hey Auke, voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Tanja Hebrecht. Ik ben wellness en lifestyle coach. En ik help dames met adviezen en tips over hoe ze er beter kunnen uitzien en hoe ze zich beter kunnen voelen en hoe ze van thuis uit een leuke business kunnen opzetten. En ik ga heel graag door het leven als student. Ik leer elke dag. Een dag niet geleerd is voor mij een dag niet geleefd. Ik laat me coachen, ik volg opleidingen. Ik volg cursussen, workshops en ik lees. En het is nu over een van die boeken die ik net heb aangekregen, namelijk dit, dat ik jou vanavond wil vertellen. Ik vind het een fantastisch boek. En ik ga je zo meteen vertellen waarom. Heb je ook wel eens zo van die dingen waarvan je weet dat je ze zou moeten doen, maar dat je ze om een of andere reden niet doet? Omdat je geen zin hebt, omdat je geen goesting en je komt er op een of andere manier niet toe. Ik heb zo massas van die dingen. Ik weet dat ik ze moet doen, ik weet welke het zijn, ik weet dat ik het kan, ik weet hoe ik het moet doen en toch kom ik er niet toe. Want ik stel het uit. Hè, procrastineren. Of ik heb nog net iets anders dat ik eerst moet doen. En ik zal het morgen wel doen. En oh, het is niet zo belangrijk. Oh, ik weet niet of ik het wel kan. Ik zal het... Enfin, allemaal excuses en redenen om de dingen niet te doen. En weet je, vroeger, ja, dan waren er mijn ouders om mij te zeggen wat ik moest doen. Tegen mijn zin. En ik merk het nu ook bij mijn dochter. Mijn dochter heeft nooit zin om haar kamer op te ruimen. Heeft nooit zin om te gaan slapen. Heeft nooit zin om die iPad af te zetten. Heeft nooit zin om huiswerk te maken. Maar ik ben haar ouder. Dus het is mijn taak om haar te zeggen. Kijk, jij gaat dat nu wel doen. Dit moet je nu wel doen. Wij spreken van magjes en moetjes. En soms zijn er moetjes. En ja, want ik wil natuurlijk dat mijn dochter opgroeit tot een onafhankelijk, zelfstandig, welopgevoede jonge dame die vlotjes door het leven kan gaan. Maar ja, als die ouders er niet meer zijn om je continu te vertellen wat je moet doen, dan moet je jezelf opvoeden. En dat kan wel eens confronterend zijn, zoals ik nu bijvoorbeeld meemaak. Ik had mezelf een doel gesteld en ik heb het niet gehaald. En ik ben daar toch wel een beetje gefrustreerd door geraakt, maar eigenlijk vooral was de confrontatie bij mezelf, omdat ik zei van, maar allee Tanja, hoe is dat mogelijk? Je weet wat je moet doen, je weet dat je het kan en toch heb je het niet gedaan, dus je hebt ook je resultaat niet bereikt. En ik heb daar van het weekend een post over gedaan op mijn privéprofiel. En ik heb een aantal hele lieve, toffe vriendinnen die daarop gereageerd hebben van, maar Tanja, wees toch niet zo streng voor jezelf en je hebt wel hard gewerkt en dit en dat. En ik weet het allemaal wel en ik vind het super lief en attent. Maar weet je, soms kan ik deze video herbekijken. Ja, je kunt de video herbekijken, Karen. Weet je, soms moet je gewoon, en ik gebruik echt wel het woord moeten. Ik weet dat ik eigenlijk moet zeggen, ik wil en ik kan en ik mag. Ik weet het allemaal wel. Maar soms moet het gewoon, tegen je zin. Want weet je, als je alleen maar doet waar je zin in hebt, dan behaal je je doelen niet. Zo simpel is het. Hey Sabine, huh? Sabine, ben je niet op vakantie? dus goed, ik ben op zoek gegaan naar een manier om nu effectief te komen tot de dingen die ik wil, slash kan, slash moet doen om mijn doelen te bereiken. En zo gaat dat, hè. Eens dat je dat in je brein steekt, dan gaat je brein je leiden naar een oplossing. En voilà, hier is ze. Het boek. The 5-Second Rule heet het. En het is geschreven door
Mel Robbins. En Mel Robbins is een heel toffe madame. En ik heb haar leren kennen doordat ik een interview met haar zag op YouTube. En ik dacht, amai, wat een toffe madame. Facebook, wat zeg je allemaal? We laten nog steeds iedereen weten dat je er bent. Oké, super tof, Facebook, dat je dat laat weten, dat ik er nog ben. Ik ben er nog. Die Mel Robbins, dat is een vrouw naar mijn hart, weet je. Dat is een enthousiaste madame, die is intelligent, die is grappig. Die is gewoon altijd zichzelf. Die leeft met passie en oh, daar hou ik van. En zij vertelde over de methode, de 5-second rule. En dat ze daar een boek over geschreven had. En ik was direct verkocht. Ik dacht van, oké, ik heb het direct gepre-ordered. En het is dus gisteren toegekomen. Zaterdag toegekomen. En ik vind het geweldig. Wat is het? Het gaat erover dat vanaf het moment dat je een idee hebt, bijvoorbeeld, ik moet naar mijn moeder bellen, ik moet die klant een mail sturen, ik wil nu eindelijk eens een keer een gerechtje maken uit dat kookboek van Pascal Nasus. Ik wil gezonde groentjes in huis halen, noem maar op, ik moet met een hond gaan wandelen. Vanaf dat moment dat het idee zich ontspruit in je hoofd, heb je exact 5 seconden om over te gaan tot actie of het is voorbij. Zo is het. Dus het gaat zo. Je hebt het idee. Ik wil dat doen. Dan doe je 5, 4, 3, 2, 1, actie. En die actie moet je letterlijk nemen. Dat betekent je moet fysiek in beweging komen. Je moet het nummer van je moeder. Vroeger was het draaien, hè? Nu is het typen. Of je moet de mail beginnen typen, of je moet gaan wandelen naar de persoon die je eigenlijk al lang wil aanspreken. Of je moet de telefoon pakken om die vriendin te bellen, of om die klant te bellen, of wat dan ook. Kom in actie, kom in beweging. Maar niet langer dan 5 seconden, want wat gebeurt er als je langer wacht dan 5 seconden? Dan schiet je brein in actie. En je brein gaat jou op dat moment alleen maar saboteren. Want je brein gaat op automatische piloot. Die gaat die automatische piloot activeren. Die gaat bij je binnenkomen vallen en die gaat jou een hele waslijst van excuses aanreiken. Waarom je het niet moet doen. En dan ben je verloren. Ik denk dat je wel weet waarover ik het heb. Ik denk dat wij dat allemaal wel eens ervaren, niet? Dus vanaf het moment dat je 5, 4, 3, 2, 1 spreek, vraag, wandel, trek je sportschoenen aan, wat dan ook, maar kom in actie. Die 5 seconden regel en alles wat in dit boek staat, het is een heel tof boek, gaat over, het is een instrument om tot actie over te gaan. Het is een tool for action. En het is super eenvoudig, maar het is zeer krachtig en zeer effectief. En weet je, ik ben het gaan toepassen. Vanaf het moment dat ik haar hoorde in dat interview, ben ik het gaan toepassen. En ik gebruik het bijvoorbeeld om op te staan. Als ik 's ochtends wakker word, de wekker gaat af, ik duw de wekker af. 5, 4, 3, 2, 1, bam. En ik sta op. Want als ik langer wacht dan dat, dan zegt mijn hoofd, oh, maar blijf nog maar even liggen. Oh, maar de klant komt toch iets later. Enzovoorts, enzovoorts. Allemaal redenen om het niet te doen. En weet je, het is wetenschappelijk onderbouwd. Het is wetenschappelijk gestaafd voor de kritische zielen onder ons. Meestal zijn dat de mannen die dan weten, ja, maar is dat wel wetenschappelijk onderbouwd? Want als dat niet zo is, dan geloof ik dat niet. Pas het toe en kijk wat het doet, zou ik zeggen. Maar het is wetenschappelijk gefundeerd. Want weet je, ik heb getwijfeld om deze video te maken. Omdat ik dacht van, ja, dit is zo waanzinnig eenvoudig. Dat mensen gaan zeggen, ja, nu is ze helemaal op haar hoofd gevallen. Wat gaat ze nu doen? 5, 4, 3, 2, 1, actie. Maar weet je wat er gebeurt als je dat doet? Dan ga je eigenlijk je brein, een stuk van je brein activeren. Dan ga je de actie van je brein van hier naar hier brengen. Naar je prefrontale cortex. En weet je wat daar gebeurt?
dat stuk van je hersenen wordt geactiveerd als je iets nieuws gaat doen. Als je iets spannends gaat doen. Als je iets doet waardoor dat je een beetje zenuwachtig en opgewonden wordt. En daarom werkt dit zo krachtig. Dus op die manier ga je je gewoontes doorbreken, ga je patronen doorbreken, ga je die standaardinstellingen, die default-instellingen die wij hebben, die bepalen hoe dat je schrijft en hoe dat je je kop vasthoudt om koffie te drinken en hoe dat je je broek aantrekt 's morgens, wat daar allemaal in opgeslagen zit, je gaat het doorbreken. Want we zijn zo gewoontedieren en het zit allemaal zo geprogrammeerd in onze hersenen en woep, door 5, 4, 3, 2, 1... kom je in een ander deel van je hersenen waar het leuk is om te vertoeven en waar je ongelooflijke dingen gaat bereiken. En in het boek, je ziet staan, hè, al 8 miljoen mensen hebben dit toegepast. En op de cover van het boek en ook in het boek zelf staan heel veel getuigenissen, echte getuigenissen van mensen die dit zijn gaan toepassen. En die de meest waanzinnige dingen gaan beleven. Hun leven verandert. Ze hebben plots wel durven die sollicitatie doen bij dat bedrijf waar ze altijd wilden werken. Of er zijn er zelfs bij die uit hun burn-out of uit hun depressie zijn geraakt door die 5-seconden-regel toe te passen. Kijk, mijn uitnodiging aan jou is, ga ermee aan de slag. Ga het toepassen. En laat mij vooral weten wat het voor jou doet. 5, 4, 3, 2, 1. That's it. En actie. Oké? Goed. Ik heb geen idee. Dit is een beetje een rare uitzending hier. Want Facebook blijft me van alles zeggen. En ik zie helemaal niet of er iemand aan het kijken is. Nu, meestal worden mijn video's herbekeken. Dus ook voor de mensen die het nadien bekijken. Heel fijn dat je kijkt. Heel fijn dat je hebt gekeken voor Be Live. Aanwezig is, zorg goed voor jezelf. Want dan kun je beter zorgen voor anderen. En nu? 5, 4, 3, 2, 1, go!